weer kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. De kerstdagen komen er weer aan en daar hoort natuurlijk een kerstboom bij. Maar ik ben eens heel benieuwd naar wat voor kerstboom dat u zet. Wordt het een echte? Wordt het een neppert? Wordt het een hele moderne versie? En welke kleuren gaan erin? Hetzelfde als vorig jaar of kiest u voor een nieuwe trend? Vraag op Straat vraagt het aan u. Een nep. Daar twijfelen we van het jaar over. En mag ik dan vragen waarom u twijfelt? Nou, we hebben altijd een echte gehad. En we zijn nou eigenlijk dat we zeggen van misschien is het wel eens een keer leuk om een neppert te pakken. Een kunst. Nee, ik ga geen kerstboom zetten dit jaar. Neppert. Het is wel een echte, alleen dan ja, een plastic, een neppe echte. Dat wordt een hele echte kerstboom. Ik wil een houten. En waarom geen echte meer? Omdat ik net een dochtertje heb van een jaar en die trekt dan alles uit de boom. Makkelijk, valt niet uit. Beetje kleiner. Ik vind het makkelijk. Ik heb hem al jaren op zolder staan natuurlijk. En het is makkelijk. En de kleinkinderen helpen mee. Dus heerlijk, ja. En vindt hij makkelijker? Dan hoeft hij niet naar de kerstboomman of weet ik hoe je hem noemt. En hij vindt die naald zo erg in huis. En hij vindt nooit een mooie boom. Als je daar thuis komt, dan is die boom weer niet mooi. Ja, dat is handiger. Hè? Dan hoef je niet elk jaar een nieuwe te kopen. Dan haal je hem uit de kast en dan zet je hem op. En dan, Dat doen we vanwege de geur. En het voelt anders, het ruikt anders en ja, het ziet er gewoon mooi natuurlijk uit. Nou, wij hebben een konijn. En ik wil niet dat hij dat op gaat eten. Dit was weer een nieuwe Vraag op Straat. Vergeet niet onder dit filmpje te reageren, want we zijn heel erg benieuwd naar wat voor kerstboom dat u zet dit jaar. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.